Fernand! Hallo Tuvala! Fernand! Hallo Tuvala! Fernand! Hallo Tuvala! Meet the instructors. 98% van calamiteiten is de mens. 1% is de natuur en 1% is de motor of die boot. Vandaag sta ik hier. In de hoedanigheid als waarnemend commandant van MSO Militair Socialistische Opleidingen, welke dus resulteert onder het IDO. Vandaag, 22 november, een markante dag voor de 15 cursisten, 15 jonge mannen, in dit geval, want er waren alleen maar mannen aanwezig, 15 jonge mannen van het Nationaal Leger, van DNV en ook van de kustwacht. Dus het was een soort joint operation. Aan jullie wordt zo dadelijk het certificaat cursus klein motorvaartuig overhandigd, waarbij jullie vaardig, bekwaam en bevoegd worden verklaard om verder de schouders aan het werk voort te zetten. Gedurende 4 oefenweken werden deze cursisten in de klein motorvaartuig gerelateerde vakken, zowel theoretisch als praktisch, getraind. Het startklaarmaken van de buitenboordmotor, het vaargereed maken, het aan- en afmeren zijn slechts enkele aspecten die gedurende die cursus werden aangeleerd en getoetst. Tijdens die film hebben jullie dus alle aspecten mogen aanschouwen. En natuurlijk, een deskundig instructiekorps stond klaar om deze jonge mannen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Key. Keep educate yourself. Deze gelijke ontwikkelingskansen willen wij van het IDO aan het defensiepersoneel en aan onze vrienden aanbieden. Dit door een op maat gesneden opleiding en training aan te bieden ter capaciteitversterking en de deskundigheid en natuurlijk ook carrière mogelijkheden. Het is van eminent belang om de vaardigheden van onze medewerkers te verbeteren. Dit moet resulteren in verhoogde efficiëntie en effectiviteit bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Daar gaan we dus met z'n allen naartoe. Geslaagden. Na vandaag gaat u terug naar uw respectieve afdelingen. Er is een grote behoefte aan jong vakmanschap. U heeft nu deze gelegenheid gehad om door de opgedane kennis en vaardigheden te kunnen excelleren. In feite is er al alles gezegd. Ik rest mij aan te geven dat er enkele veranderingen waren waarbij de kolonel en ik erover hadden, de naam. Het is traditie geweest dat we het altijd als motoristenopleiding hebben gekend. Echter, de kolonel heeft me kunnen overtuigen dat het niet een ruim begrip was, vandaar die naamsverandering. Het is, zoals u ziet, meer dan dat. Het geeft meer inhoud aan wat we doen in zo'n opleiding. En zoals ik het heb gezien, is het prachtig uitgevoerd. Heel professioneel. En net wat de kapitein Bent ook al zei, je bent bevoegd, bekwaam om dat werk te doen. Belangrijk is dat het niet een werk is of een opleiding is waarbij je op kantoor moet zitten. Je bent druk op de knop, iedereen afvalt. Als het om een search and rescue gaat, een interceptie, een boarding, weet u wat u moet doen, hoe u veilig uw opdracht moet uitvoeren. Daar sta ik voor. Heel tevreden ben ik ook omdat er meerdere entiteiten hier aan hebben meegedaan. We hebben, ik denk al, dit is de derde, waarbij we buiten het leger om ook andere organisaties hebben gehad die hebben meegedaan. Kustwacht is een van ze, Bootsman Fleutopleiding hadden we gehad, een Boarding Officers opleiding en nu met DNV erbij. Wel deze opleiding. Het geeft ons niet alleen de mogelijkheid om te synchroniseren hoe we gaan werken in onze operatiegebied. Het geeft ons ook de mogelijkheid elkaar te leren kennen. Als samenwerking kan morgen beginnen met andere organisaties, met DNV, met de kustwacht. We hebben al met de kustwacht een hele sterke band onder de MOU.
Maar het is even goed als we met de DNV ook hechtere samenwerking kunnen hebben. En deze opleiding geeft alleen aan dat de capaciteiten die wij hebben, hebben hun ook. Als we in het veld zijn, we elkaar ontmoeten in de joint operations, weten we wat ze in staat zijn te doen, wat hun capaciteit is, zodat we beter kunnen samenwerken, effectiever. Dat stelt me heel tevreden. Mijn PLV is de motor achter ons opleidingsproces hoor. Hij heeft al gezegd, bootsmanopleiding, vanmorgen hebben we het over gehad, machinistenopleiding en kwartiermeestersopleiding. We gaan dat op zich doen toekomen, zodat je het ook adopteert. En we gaan natuurlijk de organisaties buiten ook interesseren om deze opleidingen ook te doen. Het zal zeker de ontwikkeling binnen uw organisatie ook goed doen. Toen wij het pakket kregen van de commandant marine via de verhebber, schreef ik iets zeggen over de verhebber. Ik moet verontschuldigen voor ik doorga. De minister van Defensie, die is nu naar de kazerne om de president te ontvangen die daar straks een activiteit zal bijwonen. En de bevelhebber is met spoed naar het buitenland vertrokken. Dus vandaar dat die mensen die het zijn vanmorgen. Je dat ze het niet belangrijk vonden, maar ik geef je dus de reden daartoe. Maar wij zijn hier en ik kon niet weg. Want het is iets van Tris. Ik ben ook oud Trisser. Maar ik zei, ik blijf om de mensen toe te spreken en de certificaten te overhandigen. Terugkerend op, toen ik het curriculum kreeg, of ze dat dus kreeg, en we het doornamen, zagen we heel wat zaken die konden worden aangepast. En dat hebben we dus ook gedaan, in samenspraak met de Commandant Marine, in samenspraak met anderen die bezig waren met het programma. Dus aanpassing, dat is één. En dan hield iets me nog bezig, de naamgeving. Ik zeg motoristenopleiding. En ik heb het overal gezocht in alle curricula die er staan. Een motoristenopleiding met focus op een motor. Niks meer. Dan ben je motorist. Wat jullie hebben gedaan, reikt veel verder. En dat heeft jullie curriculum ook aangegeven. En dat is bevestigd vanmorgen met die beelden. Rescue? Ja. Veiligheid? Ja. Varen? Kennis van de boot? Ja. Onderhoud? Ja. En u kunt doorgaan. Waarom zou ik die naam verengen naar slechts motoristen? Terwijl je veel meer doet. EHBO in het water, buiten het water. En toen zat ik, toen had ik weer huiswerk. En ik belde je commandant van, ik hou die naam even aan. Maar ik bel je wel terug. Totdat ik een internationale naam vond, aansluitend op wat jullie hebben gedaan. Ja? Het zijn mensen die bezig zijn met kleine motorvaartuigen. En als je bezig bent met een kleine motorvaartuig, dan heb je alle aspecten van dat vaartuig waar een motor slechts één onderdeel van is. Dus daarom zult u geen motorist te zien, maar je bent geschikt, bevoegd om te werken, te opereren met een klein motorvaartuig. Toen ik het ook zag, dacht ik van de marine met een klein motorvaartuig, marine is dan een kustwacht, denk ik, wel groter, hetzelfde. Maar er zijn ook andere taken die toebedeeld zijn, zowel aan de marine, dat ze dus in wateren gaan. Ook de kustwacht. Als ze speeden achter iemand en de persoon gaat de rivier in waar het een beetje ondiep is en ze moeten verder hun jurisdictie uitvoeren, dan moeten ze uitstappen en met een klein vaartuig verder doorgaan. Ja. That's them. Het stopt niet op zee of voor de kust. Het gaat door. Dus vandaar dat deze opleiding bijzonder van nut is om handelingen te plegen, om op de juiste wijze zaken die toebehoren aan Suriname te kunnen verdedigen. En ik zeg het zo omdat ik militair ben. Om zaken van Suriname, belangen van Suriname te kunnen verdedigen. Ik heb gezien dat u goed werk hebt verricht. Ik heb gezien dat het geen take-home tentamen was, maar dat u die hard in de boot, aan wal, maar zelf in het water, uw zaken hebt gedemonstreerd die u is onderricht.
En ik heb gezien dat er heel goede instructeurs waren en dat zaken op de juiste wijze hebben aangepakt. Waardoor ik niet onderschat, trouwens ik onderschat het niet, want ik heb curriculum gehad op mijn bureau. Ik onderschat niet het niveau. Het niveau is juist op niveau. Want ik heb hem kunnen vergelijken met Brazilië en Amerika. Zo zit ik in elkaar. Ik neem niks van zoete koek. Omdat mijn handtekening op iets moet komen, als mijn handtekening daarop moet komen, dan moet het goed zijn. Dan moet ik het hebben getoetst. Gefeliciteerd. Ik neem aan dat er voor u niet alleen deze cursus is geprojecteerd, maar ook de deur kunnen.